Birgit Schuurman die wilde aan de tantra. En actrice Turiya Hout heeft het helemaal gehad met Amerika. Birgit Schuurman vindt zichzelf heel ruimdenkend op het gebied van seks. De actrice die zou wel eens willen experimenteren met tantra. Birgit Schuurman is binnenkort te zien in de parodiemusical 50 Tinten Grijs. Maar in het echt moet ze trouwens niets hebben van SM. Een man mag me best domineren, maar dat moet dan wel liefdevol gebeuren. Ja, en Turiya Hout verhuisde jaren geleden naar Los Angeles. Maar ze is er nu helemaal klaar mee met haar leven in Amerika. In het AD zegt de Nederlandse brunette dat L.A. te gevaarlijk is voor haar kinderen. Ze durft ze geen minuut alleen te laten. Volgens de actrice worden elke dag kinderen ontvoerd. Voorlopig gaat Turiya echter nergens heen. Haar man, een bekende Amerikaanse acteur, heeft nog een contract voor een paar jaar. Physics. I have a big quiz tomorrow. Pop quiz, or you know about it. Yeah, I know. God, oh my god, oh my god, stop, 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 stop. Ja, zo kennen we Paris Hilton natuurlijk allemaal als dom blondje. Zo werd ze ook bekend in de serie The Simple Life. Als daarna een seksvideo trouwens naar buiten komt, dan is Paris Hilton in één klap een ware beroemdheid in de hele wereld. Nu, 10 jaar later, wil Paris iets gaan rechtzetten. De rijke hotel-erfgename baalt namelijk van een domme blondjes-imago. De blondine speelde volgens eigen zeggen in de serie The Simple Life helemaal niet zichzelf. Paris wil nu dat de hele wereld inziet dat ze een rol speelde. Ja, dit was het voor nu. Vanmiddag dan zijn we er weer met een uitgebreide privé-tv. Voor nu een heel fijne ochtend en tot vanmiddag.